Dames en heren, goedenavond. Heel hartelijk welkom bij de Evangelische Omroep. We hebben vanavond 3 programma's van u en 2 maal staat het schip de Exodus centraal. Daartussenin om 22:55 tijd zijn en voor de onderwerpen schakelen we nu eerst over naar Studio 8. Vanavond in Tijd zijn een eigen onderzoek naar de kosten van levensonderhoud voor kinderen in Turkije. Dit naar aanleiding van de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de kinderbijslag voor buitenlanders. Een gedurfde poging tot verzoening tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. In de zwarte stad Mamelodi sliepen vorige week 150 blanken in de huizen van zwarten. En mediaopvoeding, een nog onbekend begrip, maar kinderen zouden moeten leren om nieuws kritisch op waarde te schatten. Tijd zijn is er om 22:55. Ja, en na Tijd zijn om 22:55 het levensverhaal van Shlomo Ben-Amon, die zelf aan boord van de Exodus was. Maar nu eerst de speelfilm. Vorige week zonden we het eerste deel uit van de beroemde speelfilm Exodus. En ik vertel u even in het kort wat daarin allemaal gebeurde. Ari Ben-Kanaan, gespeeld door Paul Newman, is erin geslaagd om een schip met Joodse vluchtelingen van het eiland Cyprus te laten vertrekken naar Palestina. Onder die vluchtelingen bevindt zich het Deense meisje Karen Hansen dat op zoek is naar haar vader. Daaronder bevindt zich ook de jonge Dov Landau en hij wil zich meteen aansluiten bij de Joodse verzetsbeweging de Irgun. Dan is er verder nog de Amerikaanse verpleegster Kitty en zij heeft groot en klein aan boord geholpen en is nu ook uiteindelijk in Palestina beland. Dames en heren, kijkt u naar deel 2 van Exodus.